Hallo, welkom bij dit nieuwe hoofdstuk over elektriciteit. Een reuze spannend hoofdstuk dus, we gaan dan ook snel van start. We gaan van start met de oorsprong van de lading, want lading is de oorsprong van elektriciteit. En de oorsprong van lading is in het hele piepklein deeltje van de materie, namelijk het atoom. Meneer Rutherford, een natuurkundige, die heeft ontdekt hoe een atoom in elkaar zat. Hij heeft een proef gedaan en hij kwam tot het volgende model. Een model waarbij in het midden van het atoom een kern zit. En die kern die bestaat uit twee deeltjes, namelijk neutronen, die hebben geen lading, en protonen, en die hebben wel een lading, en die hebben een positieve lading. Je kunt je voorstellen dat als je alleen maar protonen in een kern had zitten, dat dan die positieve deeltjes elkaar weg willen duwen, en dan krijg je dus een instabiele kern. Neutronen zitten dus in de kern om de zaak bij elkaar te houden. Behalve neutronen en protonen heb je ook nog om de kern heen, die zelf trouwens dan positief natuurlijk is, om de kern heen, daar zweven elektronen. Elektronen zijn minuscuul kleine deeltjes vergeleken met een proton, is het bijna niets, maar belangrijk, ze hebben een negatieve lading. En daardoor worden ze dus aangetrokken door die positieve kern. Een beetje te vergelijken met het planetenstelsel, maar let op, dat is maar een beetje vergelijken. In het echt zit het wel iets anders in elkaar. Belangrijk is wel dat het aantal elektronen gelijk is aan het aantal protonen. En daardoor heb je in zijn geheel evenveel positieve als negatieve deeltjes. Dus is het geheel neutraal. Nu heb je bij metaal elektronen in de buitenste schil zitten van het atoom en die zitten een klein beetje los. Zo'n elektron, ja, daar gebeurt het volgende wel eens een keertje mee. Zo'n elektron, die gaat zomaar weg. En zo'n elektron heeft dan ook de mogelijkheid dat hij tussen de diverse atomen door kan zwermen. Let op, het verlaat dus niet het metaal, maar het kan door het hele metaal heen gaan bewegen. En zo'n elektron wordt dan ook heel treffend een vrij elektron genoemd. En die kan ervoor zorgen dat er een stroom gaat lopen. Lading. Dat is belangrijk dus, hè? We gaan het even over lading hebben. Het symbool voor lading, dat is de hoofdletter Q. Hoofdletter Q is symbool voor lading. En bij een symbool wordt natuurlijk ook een eenheid. Denk aan kracht, symbool F, eenheid Newton, hoofdletter N, zo ook hier, lading, symbool Q. En de eenheid, dat is de hoofdletter C en die staat naar Coulomb. Coulomb, ook weer vernoemd naar een of andere natuurkundige. Coulomb, ja, wat is eigenlijk nou Coulomb? Ik bedoel, hoeveel lading heb je als een lading van 1 Coulomb is? Nou, stel je voor, ik heb een bolletje van een positieve lading van 1 coulomb en een balletje met een negatieve lading van 1 coulomb en die zet je op 1 meter afstand van elkaar. Wat denk je, hoe groot is die kracht die deze twee coulomben elkaar aantrekken? Want plus en min trekken elkaar aan. Hoe groot is die kracht, denk ik? Denk je? Nou, let op, daar komt hij. 9 miljard newton. Dat krijg je niet zomaar 1, 2, 3 voor elkaar. En je snapt dus ook wel dat een lading van 1 coulomb onmetelijk groot is. Eigenlijk te groot dat je die in de praktijk tegen zal komen. Ja, meestal spreken we dan ook over millicoulomb of microcoulomb. Een elektron, zo'n heel klein deeltje, heeft natuurlijk dus ook maar een hele kleine lading. En je ziet, hè, die lading dat is min, want het is een negatieve lading. Dan komen er heel veel nulletjes en dan tenslotte nog een 16022 coulomb. Daar hoef je niet zo op te schrijven natuurlijk. Veel handiger is het om het op deze manier op te schrijven. De wetenschappelijke notatie. En een andere notatie is dat in plaats van het getal ook wel eens de kleine letter E wordt gebruikt. De kleine letter E, dat staat voor elementaire lading. En het is niet voor niets elementair, want je kunt in de natuur nooit een kleinere lading vinden dan de lading van het elektron. Dat is echt het kleinste lading die alleen voor kan komen in de natuur. Nou, we gaan weer die twee bolletjes doen.
We hebben een bolletje met een lading van plus 1,6 keer 10 tot de macht min 19, oftewel E. En een bolletje van min 1,6 keer 10 tot de macht min 19, oftewel min 1. Ja, stel je voor dus, je hebt een proton, positief, en een elektron, negatief. En die zet je vlak bij elkaar, namelijk 1 keer 10 tot de macht min 9 meter. Dus 0,8 nullen, dan een 9 meters. Ik vertel zo meteen wel waarom ik deze afstand heb gekozen. Wat denk je? Hoe groot is de kracht tussen deze twee bolletjes dit keer? Nou, het is een heel kleine afstand, dus dan zou de kracht groter zijn. Maar het is ook wel een hele kleine hoeveelheid lading. En de kracht is dan ook ontzettend klein, namelijk 2 keer 10 tot de macht min 10 newton. En je snapt nu dus wel dat zo'n elementaire lading dus op zich ook wel ontzettend klein is. Waar komt die voor? Nou, bij elektron en proton dus. En die afstand, dat is precies de afstand tussen elektron en de kern van waterstofatoom. Dus vandaar dat ik die afstand heb genomen. En dat is dus ook de kracht tussen het elektron en de kern bij waterstof. Maar dat even terzijde. Oké, door verschil in lading gaat er een stroom lopen, althans als de deeltjes vrij kunnen bewegen. En dat is dus de oorzaak van elektrische stroom, een ladingsverschil. Het ladingsverschil, dat wordt wel eens aangeduid door de spanning. Ladingsverschil wordt spanning genoemd, is eigenlijk te veel gezegd, maar ladingsverschil heeft alles met elektrische spanning te maken. Ik kom er zo meteen nog wel eventjes op terug. Maar de vraag is nu eerst eventjes over die stroom. Welke richting heeft de stroom? Gaan we nu de richting van die plusdeeltjes doen, dus van links naar rechts? Of gaan we de richting van de mindeeltjes doen, dus van rechts naar links? We moeten een keuze maken. Nou, die keuze is ook gemaakt. Namelijk, we kijken naar de richting die de positieve deeltjes afleggen. Dus de stroomrichting is altijd van plus naar min. Oftewel, stel je voor ik heb een lampje en die sluit ik aan op een batterij van 1,5 volt. Dan gaat dus de stroomrichting van plus naar min. Dus in dit geval hier met de klok mee. Maar, dat is dus de stroomrichting. Maar in een metaal zijn niet de plusdeeltjes die bewegen, maar de mindeeltjes, namelijk de elektronen, vrije elektronen, weet je nog? Dus in het echt gaan elektronen bewegen. Dus je hebt de stroomrichting. Dat is dus de afspraak. En in metalen zijn het echte elektronen die bewegen. En die gaan dus net de andere kant op. Een stroomkring is in beide gevallen natuurlijk aanwezig. Hè? Zonder stroomkring zou je nooit een stroom krijgen. Oké. We hebben zo'n plaatje, een lampje en een batterij. Is heel mooi natuurlijk, maar het is niet handig om dit te tekenen. We gebruiken daarvoor symbolen. Nou, voor een batterij is dit het symbool. Dus je hebt een batterij met een plus en min. Het plus is het langere streepje en een min is het kortere streepje. En meestal ook een beetje vetter gedrukt. Maar dat wordt vaak wel eens vergeten, dat alleen maar twee streepjes staan. Dus het lampje, ook een heel mooi tekeningetje, maar ook weer niet praktisch. En voor een lampje doen we dit symbool. Een rondje met een kruis er doorheen. En dat is een lampje. Zoals gezegd, even terugkomen op de elektrische spanning. Elektrische spanning, ja, het symbool hiervoor is de hoofdletter U. En de eenheid is de hoofdletter V. En die staat dan voor volt. Vaak wordt voor elektrische spanning als symbool de V gebruikt. En dat is dus onjuist. Vroeger was het inderdaad de hoofdletter V. Maar nu is dus als symbool hoofdletter U. Let daar op. Nou, bijvoorbeeld die batterij. Hè, die heeft een spanning van 1,5 volt. Je kunt natuurlijk ook een iets andere batterij doen. Die is 9 volt. Kijk eens naar het stopcontact. 230 volt. Naar baas, bovenbaas natuurlijk. Hoogspanningsleidingen. 380.000 volt. Dat is een behoorlijke hoeveelheid. Maar wat is dat nu precies? Spanning volt. Wel,
Als een lampje gaat branden, dan geeft hij energie af. En de spanning, dat is rechtstreeks verbonden met energie. Maar ja, spanning en energie, wat is energie? Kijk, in zo'n batterij zit dus energie. Energie, het symbool voor energie, dat is trouwens niet al te moeilijk. Dat is de hoofdletter E. En het symbool, hoofdletter E, wordt uitgedrukt in een eenheid en die eenheid wordt joule genoemd. Joule, wat is dat nou weer? Nou kijk, dit is meneer Joule, maar dat is alleen maar natuurkundige, hè, en daar is de eenheid naar vernoemd. Maar wat is nou een joule? Nou, stel je voor, je hebt een pak suiker, een kilo pak suiker, en die staat op tafel 1 meter hoogte. En dat pak suiker, dat valt naar beneden en komt op de grond terecht. Nou, de energie die daarbij vrijkomt, dat is 10 joule. Dus dan heb je een beetje een idee hoeveel energie 1 joule is, want als dit 10 joule is, dan heb je dus 1 joule is als een tiende kilogram, oftewel 100 gram, 1 meter naar beneden valt. Dan heb je 1 joule aan energie. Oké, energie wordt dus uitgedrukt in joules. En een energie van 1 joule komt overeen met als je 100 gram laat vallen over 1 meter. We hebben het nu niet over het vallen van het voorwerp, maar we hebben het over elektrische energie. En die elektrische energie wordt geleverd door de batterij van 1,5 volt. En die elektrische energie wordt door het lampje gebruikt om het om te zetten in stralingsenergie. Om energie naar het lampje toe te brengen, heb je natuurlijk een lading nodig die hier zo rond gaat lopen in deze kringloop. Wel, stel je voor, de batterij die stuurt 2 coulomb lading op pad om de energie af te staan. Hoeveel energie komt dan bij het lampje terecht? Let op, hier komt hij. Zie je, hij levert 3 joule af. Dat betekent dus, 2 coulomb had ik, dat iedere coulomb lading die geeft 1,5 joule af. En dat komt precies overeen met die 1,5 volt. We doen het nog een keer, maar nu niet 2 coulomb, maar 5 coulomb. Dat betekent dus 5 coulomb. Hè, als iedere coulomb 1,5 joule zou afgeven, dan moet je dus straks met het lampje 5 keer 1,5 is 7,5 joule energie hier vrij zien komen. Even weer opletten. Nou, fantastisch. Het klopt precies als een bus. 7,5 joule energie door 5 coulomb. Dus 1,5 volt batterij betekent dat iedere coulomb lading die langskomt, 1,5 joule aan energie kan vrijmaken. En dat is spanning. Spanning is de energie die per lading vrijkomt. Dus per ladingseenheid, per coulomb, wordt de energie gemeten in joules. En als je dus de energie deelt door het aantal coulombs, dan krijg je de spanning in volt. Elektrische spanning moet je ook kunnen meten. Meten van elektrische spanning doen we met een multimeter. De naam zegt het al, multimeter kan dus meerdere dingen meten en ook de spanning. Stel je voor, ik wil nu de spanning meten welke over het lampje staat. Ik zeg het al over het lampje, dat betekent dus dat je de spanningsmeter ook over het lampje heen moet zetten. Een spanningsmeter heeft altijd 2 aansluitpunten, kijk, een zwarte en een rode. De ene zet je aan de ene kant van de lamp en de ander zet je aan de andere kant van de lamp. En de rode, althans als alles goed aansloten is, die zet je altijd aan de pluskant. En op deze manier meet je de spanning die over de lamp staat. Behalve spanning is er ook stroomsterkte. Spanning was de energie per coulomb lading. Was elektrische spanning, stroomsterkte. Elektrische stroomsterkte, dat is de hoeveelheid lading, coulomb, die per seconde door een draad heen gaat. Dus je telt hoeveel coulomb er in 1 seconde langs gaat. En dat is dan de stroomsterkte. Stroomsterkte, het symbool voor stroomsterkte is de hoofdletter I en het wordt uitgedrukt in ampère. Dat betekent dus dat als de stroomsterkte 1 ampère is, dan zal dus iedere seconde er 1 coulomb aan lading langs gaan. Dat geeft als formule
dat de stroomsterkte is de hoeveelheid lading gedeeld door de tijd. De lading in coulomb, de tijd in secondes en het geeft de stroomsterkte in ampère. En ook dit kunnen we weer meten met een precies dezelfde multimeter. Kijk, een multimeter die heeft hier een instelknop. En met deze instelknop kun je aangeven van wat je wilt meten. Of stroom of spanning. En daar komen we later nog een keer op terug. Je kunt hier ook andere dingen, bijvoorbeeld weerstand, mee meten. Hoe groot is nu de stroomsterkte die door het lampje heen gaat? Nou, ik zeg weer hier door het lampje in plaats van over het lampje. Stroom die gaat ergens doorheen. En dus moet je ook de amperemeter zo plaatsen dat de stroom er doorheen gaat. Dus de amperemeter, ja, die zet je in de stroomkring. Ja, je moet dus de stroomkring even in feite door het midden knippen. En dan doe je de ene aansluiting van de stroommeter op de ene kant en de andere op de andere kant, zodat de stroomkring weer gesloten is. Dus de amperemeter gaat in de stroomkring. De stroom die gaat dan ook in feite bijna zonder hinder door een amperemeter. Ja, de stroom kan nooit, maar dan ook nooit, door een voltmeter. Hey, wat die tegenhoudt, een voltmeter die kan geen stroom geleiden, die kan alleen maar spanning meten. Dus de stroom die gaat door het lampje heen en die gaat zo weer naar de batterij toe. Betekent dus dat het aantal elektronen die hier langs gaan, dat is hetzelfde als het aantal wat hier langs gaat. Kortom, het maakt ook niks uit waar je de amperemeter inzet. Ja, hij zal aan beide kanten evenveel stroomsterkte meten. Oké, okay, we pakken weer even een 1,5 volts batterij. En zo'n 1,5 volts batterij, althans zolang hij vol is, zal hij altijd spanning geven. 1,5 volt, dat is logisch. Een volle batterij heeft altijd spanning. Een lege batterij natuurlijk niet, maar we gaan er even vanuit dat hij vol is. Je kunt echter niet zeggen dat een batterij altijd een stroom geeft. Want in dit geval hier zal een stroom, die wil van plus naar min, maar die stroom die wordt tegengehouden door de voltmeter. Door de voltmeter komt geen stroom heen. Dus een stroom gaat alleen maar stromen als er een stroomkring is. En kijk, nu heb je een stroomkring, dus nu kan er wel een stroom gaan. Kijk, van plus gaat hij dan niet die kant op, want daar is een voltmeter, maar hij gaat dus die kant op en dan gaat hij door het lampje heen, zo, en weer naar de min toe. Ja, en zo gaat hier dus een stroompje lopen in een kringetje, vandaar een stroomkring. Je kunt dus ook hier weer de stroomsterkte meten. Je zet een amperemeter in de stroomkring. Ja, let op, in de stroomkring. Oké, okay, één batterij, 1,5 volt. Wat nu? Maar ik zet ze naast elkaar neer. Dat betekent dat je dus de twee pluspolen aan elkaar vastmaakt en de twee minpolen bij elkaar. En je ziet, de spanning die blijft gewoon 1,5 volt. Ja? Twee batterijen naast elkaar, dat noemen we parallel. Parallel betekent dus naast elkaar. Ja, dan blijft de spanning 1,5 volt. Je zou zeggen van ja, waarom zou je dat dan doen? Nou, het mooie is, als je een lampje erop laat branden, dan zal hij dus niet feller gaan branden, maar hij kan er wel twee keer zo lang op blijven branden. Dus het houdt het langer vol. Je kunt ook de twee batterijen niet naast elkaar, maar achter elkaar doen. En je ziet alweer wat er gebeurt. De spanning gaat nu wel omhoog. Die wordt 3 volt. Je mag ze dus gewoon optellen. En naast, achter elkaar, dat is serie. Dus we hadden parallel is naast elkaar. En achter elkaar, dat noemen we serie. En in serie wordt de spanning dus gewoon 2 keer 1,5 volt. Is dus 3 volt. In dit geval zal het lampje wel 2 keer zo fel branden. Maar hij gaat niet 2 keer zo lang mee. Hij gaat net zo lang mee alsof je 1 batterij had. Nou, dat was het weer. Een lampje laten branden, maar die gaat vanzelf een keer uit. En dat is ook met deze presentatie, want die is nu ook uit. Tot ziens!